Don't let her tell you what to do, you're a freak. Meneer Majeur, hoeveel letters? Ik gok op 7. Dat is niet weinig, denk ik. Ik zou er ook willen op gokken. Ja, maar... Misschien samen gokken. Nu mag meneer Majeur gokken. Wij wonen niet ver. Wij gokken nog niet samen, maar wij zeggen vatsige. Een vatsige koning? F-A-T-S-I. Maar ik heb zo het gevoel dat het een vatsige koning is. Ja, met een V-A-D normaal, maar... Ja, ja. You never know. Je weet maar nooit. Vets domino, hè? Je weet nooit dat er daar iets... Het was een hok, ja. Ja. Voor mij kan het niet, maar misschien wel voor Walter. Want nee, ik ga naar boeken. Fats, naar fatsen, een werkwoord, dat is spijbelen, en dan ga ik naar fatsoen. Mm. Dus niet fatsig. En daar wordt een negatief van. Dat zou mij ook verwonderen. En wat was de andere gok, als ik mag vragen? Ja. Footsie. En footsie, dat zou wel... Ja. Ah. Dat had en ik footsie, ook gedacht. En footsie bestaat. In welke betekenis dan? Is het wegwezen? Ja. Of een vuilnisbakje? Is het vuilnisbakje? Ja, maar is dat, in Nederland veel gebruikt. Is dat een aanvaarde... Voor mij is er maar één betekenis, maar ja, Walter... Mm. Een footsie. Kijk, het is alle twee, zoals je zei, verdwenen, maar het is ook afvalbak. Een footsie. Werp het in de footsie. Okay. Mijn punten zijn footsie. Ja, uw punten zijn footsie, want de stand is daarmee 7-28 geworden. We blijven bij de letters, meneer Van Gillewe. Medeklinker. Een M. Klinker. A. Medeklinker. Een T. Medeklinker. Een M. Klinker. U. Een klinker. Een E. Medeklinker. B. Klinker. I. Een medeklinker. En een S. Van Gilbe? Ik heb er maar 5. Ja? Ben niet gekomen. Niet beter. Niet beter, ja. Muist. Muist, bijvoorbeeld. Muizen. Ik was muist. Ja. Hij muiste van onder. Hij muiste van onder. Als bij ons maar het werkwoord muizen bestaat. Dus. Maar jawel. Muizen, muis, die gemuist. Inderdaad. Bestaat. Ja. Ja, tuurlijk wel. Maar muist en zo verder. Ja. Daarmee is de stand 33-7 geworden. We gaan weer naar de cijfers, meneer Majeur. Vierde rij. De vierde rij. Eerste rij. Eerste. Derde. Derde. Eerste. Eerste rij. Vierde. De vierde rij. Eerste. En de eerste rij. 100, 3, 3, 4, 10 en 8. We zoeken 254. Walter staat er soms bij alsof hij echt
nog last heeft met die rekening. Ik geloof het niet. Meneer Majeur? Nee, ik stel je in jouw... Stel mij in jouw plaats, bedoel ik verder, zakje. Dat lukt toch niet, Walter. Stop daar maar mee. Meneer Majeur? 2,58. 2,58. Meneer Van Gilbe? 2,54. De rekening klopt, dat denk ik. Dat is goed, ja. 100 min 8 is 92. 100 min 8 is 92. Maal 3 is 2,76. Maal 3 is 2,76. 3 maal 4 is 12. 3 maal 4 is 12. Plus 10 is 22. Plus 10 is 22. Heel mooi. Ja, ja. 276 min 22 is 2,54. Heel mooi. 2,54. Ja. Schitterend. Heel mooi. 7,41 is de stand. We gaan weer naar de letters. Meneer Van Gilbe. Medeklinker. Een M. Klinker. O. Medeklinker. S. Klinker. I. Medeklinker. H. Klinker. Een E. Klinker. O. Medeklinker. S. Medeklinker. En een N. Meneer Van Gilbe. Ik heb er maar 6. Niet beter, meneer Majeur? Ja. Nee. Missen. 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 Ja. Zit erin. Dat zit erin. Zes punten op. Mossen. Had ook mossen, kon ook. Ja. Maar als we naar mossen gaan, dan kon ook... Zo. Zo, hè. Mossoen? Nee. Un momento. Mossoen. Mossoen. Monsoes. Monsoes? Wat is de bedoeling in feite? Is dit een grapje? Ja. Wat ben jij een leuke. Ja, dan kunnen we uren doorgaan natuurlijk. Heel mooi. Oh, ja. Ja. Om te kijken of jullie nog wakker waren. De stand op dit ogenblik is 7,47. We blijven bij de letters, meneer Majeur. Klinker. A. Een medeklinker. Een R. Klinker. I. Klinker. E. Medeklinker. L. Medeklinker. N. Medeklinker. Een C. Klinker. A. Medeklinker. En een T. En een gesponsorde reeks. Meneer Majeur? Niet in vorm. 5. 5 maar. Ik ga er 6 proberen. 6 natuurlijk wel. Een kanter met C. Een kanter. Ja. Een kantor, ken ik. Nee. Ja, maar een kanter. Kanter. Kanter, en wat zou het betekenen? Dat is voorbereiding of iets. Iets. Kanter. 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 Voor mij kan het niet, want ik ga van cantate naar cantarel. Ik van cantabile naar cantate en dan komt cantatrice, cantarel, cantilene. Ik ben al te ver, dus ik kantiek. Nee, geen kanter. Nee. Nee.
Dan krijgt meneer Major deze puntjes. Ja, meneer Van Gillen staat zo ruim in de punten dat hij rustig een cadeautje kan weggeven. Dat is een beetje geur. Kijk maar. Zo is dat. En dat brengt de stand op 13:47. We gaan weer naar de cijfers, meneer Van Gillen. Eerste rij. De eerste rij. Tweede. Tweede. Vierde. Vier. Derde. Drie. Vierde. Vier. Eerste. En de eerste rij. Twee. Negen. 50, 5, 25 en 4. We zoeken 371. Meneer Van Gillen, 73. Ja. We luisteren. De regeling klopt. 50 plus 25 is 75. 50 plus 25 is mijn geliefde 75. Maal 5. Maal 5. Is 375. 375. Min 4. Ja, ja. Dat is 8 punten, inderdaad. Ja. De 8 punten komen erbij. En we zien wat de einduitslag is voor vandaag. Het is 13:55. Een hoge score voor meneer Van Gillen. Ja, tamelijk hoog, hè. Maar dat was afgesproken, neem ik aan. Je hebt gedacht van, ik zal mijn buurman niet voor de voeten lopen en ik wil hem de kans geven dat hij 4 keer tot in het programma komt. Ik ga bij hem naar de video kijken. Oh, ja. We zijn blij met de speldoos ook. Want... En samen vieren, en samen vieren. Ik denk dat hij deelt in de winst, hoor. Ja, wie weet. Ja, ja, ja. Ik denk denk ik. Jonas, je had vragen gespeeld. Jonas, je wordt vandaag geopereerd. En ja? Met deze speldoos zou ik met Jonas... Ah, maar dat doet me veel plezier. Dat is mooi, dat is mooi. En u krijgt ook nog het juiste woord mee van ons. Tineke. Bedankt voor de komst. Dank je. Ja, drie kinderen, hè. Ruben, Tineke en Jonas. Ja. Zo was het, hè. Meneer Van Gillen, ja, kijk eens hier. 69.500 frank staat op u te wachten. Daar op de rekening, de giro-rekening van Argenta. En u kan natuurlijk zeggen, ja, er is toch een dagje tussen. Kom donderdag terug. Ja, ik zou maar sneuvelen zoals er al weer gesneuveld zijn. In de vierde opname. Het gebeurt, het gebeurt. Ja, ja, absoluut. Maar ja, dat zien we dan wel. Komen we terug of komen we... Ja, ja, kom terug. Ja. Dat is mooi. Goed, dan zien we elkaar terug donderdagavond hier op VTM. Voor Cijfers en Letters. Goedenavond. Cijfers en Letters, een programma in samenwerking met Argenta. Ik weet dat je een stuk gezonder kan leven met minder cholesterol. Wat je thuis eet, heeft hier veel mee te maken. Daarom koos ik Becel. Want Becel bevat goede vetten die je cholesterol helpen beheersen. En bovendien, met Becel voel je je niet alleen lekker. Het is ook lekker. Leef je leven met minder cholesterol. Planten? Daar kom ik bij op adem. En mijn haar is net als ik. Het heeft behoefte aan planten en veel zachtheid. Dus was ik het alleen met Ultra Doux Shampoo van Garnier. Met natuurlijke linde-extracten. Dat doet mijn haar goed. Voor mij bestaat er geen zachtere shampoo. Ultra Doux met planten maakt mijn haar zacht. En vol leven. Ultra Doux Shampoos en na-shampoos van Garnier. Ultra zachtheid met planten. Ik heb nieuwe luiers gevonden. Luiers die zelfs mijn kindjes mooier droog houden. Ultra Pampers Boy en Ultra Pampers Girl. Voor mij als kinderverzorgster is het heel belangrijk dat mijn kinderen gelukkig zijn. Wat betekent dat ze mooi droog moeten zijn. Soms gebeurt het dat de moeders de kinderen brengen met gewone luiers. En dan zijn de jongens meestal nat. Van voor aan de buik en de meisjes van achter aan de billetjes. Maar sinds de nieuwe Ultra Pampers Boy en Girl zijn ze mooi droog. Ja, de nieuwe Ultra Pampers Boy en Girl hebben de opvangkern vooral vooraan voor hem en in het midden voor haar. Ze absorberen het vocht en houden het vast diep in de luier. De wringtest bewijst het. Ons baardje is mooi droog hier aan de buik. Hè? En ons katlijntje is mooi droog aan de billetjes. Ervaren moeders verkiezen nieuwe Ultra Pampers Boy en Girl. Want zelfs als ze nat zijn, zijn ze droog. Ik wil niks anders meer.
Meneer Proper maakt u schoon, zonder spoelen buitengewoon. Meneer Proper. Meneer Proper is zo'n talent, nog geen schittering dat je al kent. Meneer Proper. Meneer Proper is zo sterk, geen probleem met vettig werk. Meneer Proper. Meneer Proper, wat een kans, zonder spoelen nog meer glans. Meneer Proper. En meneer Proper rijdt zo goed, rijdt zo fris, citroenvrij. Schitterschoon, zonder spoelen. Ik heb zo mijn manietjes. Zoals rollenbollen met de wol. Of mijn friskies. Bij mijn friskies vind je me altijd weer. Alle wegen leiden naar friskies. Veronica. Daniel, hi. Do you know that I really care about you? We got 1 week before they evict us. This hunger strike is dangerous for you. The strike's our only weapon. Don't let Ray down. Don't let yourselves down. People stick together on this. You can win. I didn't appreciate that grandstanding stunt that you pulled today. Are you threatening me, Mr. Sorrell? They want you out. But we're not standing still for it. No way. You want that burn center, Margaret? You tell them to back off. I don't know what to say. Ask me to marry you. Island Sun. Vanavond om 8 uur. Gisteren sloten wij de Power the Passion af met de aankondiging van Kane's echtscheiding. Gordon reageert bijzonder hevig daarop. Hij dreigt ermee zijn bedrijf en zijn testament te zullen veranderen als de problemen niet onmiddellijk worden opgelost. Taking so long, why doesn't he answer?